3-0. Brawe, brawe. Zelik kan niet zeggen dat het geen steun heeft gehad van supporters. Zo'n 150 hebben de verplaatsing naar Wenen meegemaakt. En die steun die is nodig, want Treviso dat is eigenlijk de wereldkampioen. We zien ze daar, Treviso in het zwart. Vijf spelers uit de nationale ploeg van wereldkampioen Italië. Plus de Nederlander Ron Zwerver, vice-wereldkampioen. Zelik komt al vlug 0-3 achter, maar laat zich toch niet overdonderen. Smash van Geweer. Via het blok buiten, punt voor Zelik. Meestal harde opslagen van de Italianen. Ben Cruz probeert dat te compenseren met snelle passes naar Geweer. Claudio Geweer, Zeliks beste afwerker. Maar bij Treviso hebben ze een Lorenzo Bernardi. En die is zelfs twee geweers waard. Hier komt hij. 5-7 voor Treviso. Bernardi op het jongste WK uitgeroepen tot beste aanvaller. Zelik begint dan receptiefouten af te wisselen met opslagfouten. Treviso hoeft zelf niet meer te scoren om uit te lopen. Zelik Europees, dat is met 3 in plaats van 2 buitenlanders. Dus met Jakovcevic slecht in receptie, maar aanvallend wel oké. Okay, maar meer dan 6 punten scoort Zelik niet. Bij 6-14 kreeg de Italianen een eerste setbal. Knap gepakt van Geweer. Cruz naar Antunovic, maar die smasht buiten. De eerste set gaat naar Italië. Blauw-wit in de zaal begint nog wat harder te roepen. Het helpt. Vooral Antunovic, de nummer 9 van Zelik, is goed in het begin van set 2. Goeie bloks en aanvallend sterk 10 op 15. Daar komt Antunovic en punt voor Zelik. Maar bij 3-7 vervalt Zelik terug in de fouten van set 1, receptiefouten. Treviso moet zijn kanonnen nog maar zelden bovenhalen. Hier, Ron Zwerver probeert dat maar eens te pakken. 7-14 setbal. Jakovcevic, Geweer simpel over het net naar Gardini. Nog eens Gardini en via het blok van Geweer buiten. 7-15 en 0-2 voor Treviso. Set 3 wordt een ramp voor Zelik. Het scoort wel geteld 1 punt, maar niet zelf. Het is Treviso-man Ron Zwerver die buiten mept. 1-0 voor Zelik en dan is het gedaan. Het wordt 1-1, 1-2, 1-3 enzovoort. U weet hoe dat gaat. Tot 1-14 en matchbal. Om begonnen werk terug te komen. Opslag Bernardi. Goeie receptie praats ingekomen voor Jakovcevic. En de Italianen die pakken werkelijk alles. Ron Zwerver maakt het dan af. Zelik Treviso 0-3. Setstanden 6-15, 7-15, 1-15. Verwachte nederlaag, maar van Zelik werd toch wel iets meer verwacht. Maar je mag het niet vergeten dat op elk compartiment zijn ze sterker dan wij. In elk onderdeel van het volleybal. En je wordt uiteindelijk murw geklopt. Hè. De laatste set heb je niet meer die weerbaarheid. Je krijgt op geen enkel moment de kans om je eventjes in de wedstrijd te manifesteren. Het is ontzettend moeilijk om 1 punt te scoren. Laat staan dat je een reeks van 2-3 punten maakt. Dus je krijgt moeilijk die kansen. Maar die komen er morgen wel. Zelik gaat dan voor brons.